Yo, mensen van Dutch Gaming. En welkom weer bij de Carrière Serie hier op de woensdag. Weer edited, waarschijnlijk als ik de tijd voor had. Dus denk het wel, want ik moet ze editen. En ik ga ik ook gewoon doen. Doe ik met alle plezier. Dus ik heb niet meer plezier, dus zo kan ik dat natuurlijk ook niet doen. Maar waar we het vandaag gaan over hebben is Carrière van FIFA 18. En ja, het loopt als versmeerd bij Anderlecht. We hebben nog niet verloren, 1 keer gelijk gespeeld. En de laatste wedstrijd hebben we gewonnen. Dus, volgens mij hebben we nog niet verloren. Ik weet het niet zeker. Maar wij. Hoe denk je dat ze gaan spelen? Maar wij gaan voor de titel. Wedstrijden op te klimmen op de ranglijst en zich te plaatsen voor Europees voetbal. Want dat was de doelstelling. Misschien kunnen ze vandaag weer eens 3 punten pakken. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. En wacht, ik zet het even wat zachter. Want wij gaan natuurlijk voor de titel strijden met Anderlecht. Ja, dat wordt hartstikke leuk. Want de titel winnen met een club waar je net bent. En je begon net bij Ajax, waar het heel slecht mee gaat. Ajax staat op de 17e plaats nog steeds. De middenvelders aansluiten. Ja, ze moeten wel oppassen dat er geen al te grote ruimtes in hun rug vallen, want dan ben je defensief kwetsbaar. Maar ik denk ook niet dat we dit seizoen afmaken bij Anderlecht. Want ja, ik ben wel op zoek naar een andere ploeg. Dit is tijdelijk, zeg maar. De bal vertrekt van de schoen. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Oké, rustig aan. Rustig. Oké, go. De bal wordt voor het doel gebracht. Dit wordt Menens. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van de schot vond. Ja, hij vond het niet zo'n mooi schot. Oké, nou dat ging wat snel. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Die laat er geen glas over. Nee, die laat er geen glas over groeien. Meteen een overtreding. Oh, dat was een mooie. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Sommige scheidsrechters zien het niet en fluiten voor een overtreding. Maar deze man heeft het spelletje door hoor. Doorspelen. Ja, en zo hou je de snelheid in de wedstrijd. Hè. Steeds dat gefluit. Het is geen hockey. Gewoon door laten spelen als het kan. Dat is het leuke van de voordeelregel. Ai, ai, ai. Maar wel een inworp voor de tegenpartij. Een lange bal om het spel open te breken. We krijgen een hoekschop. De corner wordt diep getrapt. Het gevaar wordt afgeslagen. Rustig spelen, rustig aan, rustig aan. Bal midden voor het doel. Paniek in de 16. Krijg je lekker weg. De verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar aan te wenden. Die paas wordt onderschept. Die paas wordt helaas onderschept. Het is 1-0! Maar dan niet voor Anderlecht! De tegenstander komt er eigenlijk niet uit de pas even. Maar ja, je moet het nog wel even doen. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Geen blinde uithaal, maar een subtiel schot. Daar komt de doelman net niet bij. Nee, even, dit was een geweldige goal. Ik vond het niet zo geweldig als ik eerlijk moet zijn. Maar ja, ik moet altijd eerlijk zijn, dus nee, geen geweldige goal. Nou, alles wat aanvalt hebben we. Oké, go. Boems. Die
alles voor de tegenstander. Oh, zo makkelijk was het niet. Zo makkelijk was het niet. Nee, dat blijkt maar weer. Mooi breed gepaast. Hij voorkomt gevaar. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dit kan hem worden. Een gedurfde en geslagen. Nou, ik vind niet dat het hem kon worden. Oh, nee. Nee. Daar is de bal. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Kums. Dat wordt een neerworp. Bal lekker gespeeld. Ah nee, dit is weer niet lekker gedaan. Schepping daar. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. De bal komt diep, maar de bal kwam diep. Weg te werken. De val. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ah. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Oké, okay, rustig aan het spelen. Gewoon die bal behouden. Oké, okay, tweede helft bijna. We moeten het wel wat beter gaan doen, anders komt er niks van terecht gewoon. Moeten we eerlijk zijn. En daar gaan we voor de tweede helft. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Die drijft de bal op. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? De val. Kaya. Paas vindt zijn man. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Hij wordt weggestuurd. Een uitkomst. Hij mist hem weer, de computer. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijd al binnen huis neemt. Hij heeft geen niks gedaan, geen goal. Ze moesten toch maar wat inspreken. Dus dan dachten ze, nou doen we dat maar. Mogelijk een goede kans hier. De bal vertrekt van de schoen. Kom aan, dit kan toch wel beter, jongens. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Ja, dat merk ik. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Het moet namelijk wel wat beter. We hebben ook niet de snelste spelers bij Anderlecht, dus we kunnen ook niet veel creëren hier. Daar zit de tegenstander tussen.
Dat is gewoon de waarheid. Kaya. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij verliest de bal. Nog 20 minuten. Wie weet, gaat dit hem worden? Komt ertussen. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Prima gestoken, zo lijkt het. Hij is er vandoor. Dat is een lekker balletje. Die was buitenspel. Gelijkmaker moeten zijn. Leek me. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Deze ploeg staat voor en gaat uithalen, zou ik zeggen. Die bal, doelpunt. 1-1 op het scorebord, ja ja. Dat is lekker. In de 76e minuut toch nog op 1-1 aan de leg. Soms zit het even finaal tegen als je verdediger bent. Dan heb je gewoon pech dat hij erin gaat. Nou ja. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. Nee, zou het er niet. Goed. Ja, doet ze toch 2 en achter. Nee, dat kan ook niet. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. De wissel is natuurlijk een poging van de coach om op voorsprong te blijven. Met een frisse speler erbij gaat dat beter. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Jongen, jongen, dat is toch geen voorzet? Daar kun je als aanvaller weinig mee beginnen. Nog 5 minuten. Die is doorgebroken. Goed gedaan hoor. Nou, dit wordt weer een geen overwinning. We kunnen er nog een gelijkspel uitslepen, maar ik denk zelfs dat we dat niet eens doen. Nee, dat gaan we zelfs niet eens doen. We krijgen slechts 2 minuten extra tijd. Weer een thuiswedstrijd niet gewonnen. Weer geen thuiswedstrijd gewonnen. Het slaat nergens op. Nou mensen, de volgende video zou langer zijn van carrière. Ja, wegens dat we even geen langere opnames kunnen doen, wegens dat mijn PlayStation een beetje vol staat. Die ga ik nog legen. Mensen, vond je deze video nou leuk? Randje zeker op die like knop. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En ja, dan check ik jullie later. Later boys!